zien of alles er is. Requisite? Hey! Kostuums? Ze zijn er. Script? Oké! Muziek? Oké. Oké, naar huis gaan voor een goede nachtrust. Vroeg uit de veren morgen? Het zal vast een drukke dag worden. Ze voeren de show dus op zonder mij, hè? Ze vonden mijn ideeën dus niet goed genoeg, hè? Nou, ik zorg er wel voor dat er geen show is. Dan moeten ze wel naar me luisteren. Het is nou menes! Hallo allemaal, werk aan de winkel. Haal het doek op, Evert. Wie zou onze show willen verpesten? Wat gemeen! Oh nee, alles is weg! Geen paniek, even denken. Papa Beer zou nieuwe kostuums kunnen maken? Ja! Pierre schrijft wel nieuwe muziek. Ja! Babs kan decors helpen maken! Ja! En professor Uil kan nieuwe script schrijven! Ja! Kan best lukken. Schrijf je in en aan de slag. Hoe heet je? Zoek je naam op de lijst of typ hem in. D-A-N-G-E-R. Hier zijn we bij het Stadsplein. Wie gaan we eerst bezoeken? We hebben nog maar 12 uur. Wauw, niet te geloven! Het is Robbie Konijn! Ik heb al je stukken gezien en ik heb een heel plakboek met jouw foto's. Kun je er een voor mij tekenen? Alsjeblieft! Tuurlijk. Teken de foto alsjeblieft waar je zegt... Jakkes, ik stapte midden in de modder. Reuze bedankt. Je deed echt vies in die foto. Hallo, Robbie Konijn, mijn vriend. Pierre... Alle muziek en billboards die je voor de show gemaakt hebt, zijn weg. Wat? Mijn billboards? Mijn muziek? Weg? Zonder muziek kan het orkest niet spelen. Hoe moet dat nu met het grote dansnummer van Maaike? Als we opschieten, kunnen we dingen voor vanavond in orde brengen. Oh ja. De show moet doorgaan. Hier kunnen we nieuwe billboards schilderen. En hier... Kun je me helpen met de muziek en het dansnummer van Maaike? Oké, Pierre. Aan het werk. Hier moeten we Maaike helpen met de liedjes. En hier moeten de billboards geschilderd worden. Ah, je wilt billboards schilderen voor de show? Fantastiek. Kies hier een billboard om aan te werken. Kies hier je kwast, potlood... Vulemmer of gum. Kies hier je kleuren. En maak hier je billboard. Klik hier ook om verschillende stickers te zien voor je billboard. Als je een billboard af hebt, kun je het buiten op de weg zien. Vergeet niet dat we alle billboards moeten maken voor de show van vanavond. Als we goed werk leveren, zullen meer mensen van de show horen. Als je hulp nodig hebt, dan ben ik hier aan het werk. Hier is het billboard voor de weg naar de werkplaats van Babs. Mm-hmm.
Dit is het billboard voor de weg naar het boomhuis van professor Uil. Laten we dit billboard op de weg naar de winkel van Papa Beer zetten. Dit is het billboard dat we op de weg naar mijn atelier zetten. Vergeet niet, kies hier een billboard om aan te werken. Kies hier je kwast. Très bien, dit zal zo'n sensatie veroorzaken voor de show. Ze vervangen nooit alles op tijd. Als vanavond om 8:00 het theater vol is, brengen ze de show nooit op de planken. Dan ben ik de ster. Daar kunnen ze lekker niets aan doen, hoor. Bedankt voor je hulp, mijn beste vriend. Ah, Robbie Konijn. Maaike en ik zijn zo blij dat jij ons kunt helpen met de muziek voor vanavond. Maaike, vertel jij Robbie maar wat we moeten doen. Oké, Pierre heeft hulp nodig om de muziek voor elk instrument af te maken. In de liedjes voor vanavond missen er enkele noten. Pierre speelt een tevel en nietje. Jij moet alle noten dan op de piano spelen, ook de ontbrekende noten. Oké, luister. Splendid! Moet je oren.
Formidable. Probeer nu dit deel. Fantastiek! Hier is het volgende stukje. Ordinair. Doortje, Doortje. Leuk wijsje. Perfect. Onze muziek voor de piano is klaar. Raad de naam van dit liedje. Merveilleux. En van je 1, 2, 3. Splendide. Probeer dit eens. Fabuleux. Moet je oren. Magnifiek! Lekkere pap. Wat een dol dansnummer. Ah, dit is echt iets voor de akoestische bas. Hier komt er nog een. Fantastiek! Probeer nu dit deel. Extraordinair! Hier is het volgende stukje. Formidable. En van je 1, 2, 3. Perfect. Vader Jacob, pak nu muziek. Ja, onze vioolmuziek voor de show is klaar. Ken je dit liedje?
Ah, Robby, wij zijn samen zo creatief. Zullen we nog wat meer doen? Tot ziens. Au revoir. We gaan uitstekend vooruit. Waar gaan we nu naartoe? We hebben nog maar 11 uur. Robby Konijn, wat ben ik blij je te zien. Wat is er aan de hand, Stefan? Hé, ik moet deze dieren in het juiste decor zetten. Help mij om de vreemde eend in de bijt te vinden. Tuurlijk. Zo, een paarse strandkrab vind je echt niet hier. Je vindt Babs daar wel. Hallo daar, Robby Konijn. Babs, ik heb slecht nieuws. Al je decors voor de variétévoorstelling van vanavond zijn verdwenen. Wat? Zonder de decors kan ik vanavond de prinses niet spelen en mijn kroon dragen. Oh jee, ik heb er altijd al van gedroomd een prinses te zijn. Maak je geen zorgen, Babs. We kunnen een show hebben als we opschieten en nieuwe decors en requisieten maken. Kun je me helpen? Nogal bieders. Niet voor niets heet ik ben bezig gebleven. We bouwen nieuwe decors hier. En sorteren requisieten daar. Klaar? Ja hoor, kom op. Laten we hier nog een paar decors bouwen of daar dierenrequisieten sorteren. Oké, aan de slag. Oké, Robby, we moeten al onze decors weer opbouwen. Als jij meet, bouw ik. Oké, Babs, afgesproken. Meet de stukken in konijnenvoeten, elandsvoeten en berenvoeten. Klik op de stempel met de voet waar ik om vraag. Ik heb het stuk nodig dat 2 berenvoeten hoog is. Berenvoet meet nu elk stuk om de juiste maat te vinden voor het decor. Telkens wanneer je op een stuk klikt, komt er een voetafdruk op te staan. Blijf op het voorwerp klikken tot het van beneden naar boven vol met voetafdrukken staat. Tel dan hoeveel voeten je nodig hebt. Zodra je het goede stuk gevonden hebt, hang je de stempel weer op. Sleep dit stuk dan naar het decor. Dit past perfect. Vind het stuk dat 4 elandsvoeten groot is. Elandsvoet. Meet dit stuk om te zien of het de juiste maat heeft. Eland. Even kijken. Dit is een beetje te kort. Probeer een ander stuk te meten. Precies wat ik nodig heb. Vind het stuk dat 4 konijnenvoeten groot is. Konijnenvoet. Dit moet werken. Weet je welk stuk 1 berenvoet lang is? Berenvoet. Dit past perfect. Wat zeg je ervan? Wauw, het is prachtig! Evert zal blij zijn als hij dit ziet. Oké. Okay.
Een uurtje minder voor Robbie Konijn. Ik heb het stuk nodig dat 2 elandsvoeten hoog is. Elandsvoet. Precies wat ik nodig heb. Vindt het stuk dat 2,5 konijnenvoeten groot is. Konijnenvoet. Dit moet werken. Vindt het stuk dat 2,5 berenvoeten groot is. Berenvoet. Dit past perfect. Weet je welk stuk 2,5 elandsvoeten lang is? Elandsvoet. Precies wat ik nodig heb. Ik sta versteld. Babs, ik sta versteld van je. Tada! Ik heb het stuk nodig dat 6,5 konijnenvoeten hoog is. Konijnenvoet. Dit moet werken. Vindt het stuk dat 3 berenvoeten groot is. Berenvoet. Dit past perfect. Vindt het stuk dat 3,5 elandsvoeten groot is. Elandsvoet. Precies wat ik nodig heb. Weet je welk stuk 8,5 konijnenvoeten lang is? Konijnenvoet. Dit moet werken. Geklaard. Wauw, het ziet er echt oud uit. Daar zullen ze van opkijken. We hebben het stuk nodig dat ongeveer 1,5 berenvoeten groot is. Berenvoet. Dit past perfect. Vindt het stuk dat ongeveer 2,5 elandsvoeten groot is. Elandsvoet. Precies wat ik nodig heb. We hebben het stuk nodig dat ongeveer 8 konijnenvoeten groot is. Konijnenvoet. Dit moet werken. Stuk dat ongeveer 2 berenvoeten groot is. Berenvoet. Dit past perfect.
eens aan. Een wrak. Wauw, geweldig. We hebben hier alles verzameld wat we nodig hebben. Laten we de lijst even controleren om te zien wat we nog nodig hebben. We hebben het stuk nodig dat ongeveer 3,5 elandsvoeten groot is. Nou, het einde is in zicht. Geweldig! Oké, aan de slag! Ik heb nog een hele partij dierenrequisieten in mijn magazijn. Kun je mij helpen uitzoeken? Misschien is er nog iets bij voor de show. Oké, Babs. Wat moeten we doen? Ik stuur een stel dieren naar buiten en jij drukt op de knoppen. Ik ben klaar. Vind 4 dieren waar deze beschrijving bij past en breng ze naar de uitholingen in de boomstam. Elke knop bestuurt een springplank. Als een dier op een plank terechtkomt, druk je op de knop om het een band op te laten schuiven. Daar gaan we! Probeer dieren te vinden met 2 poten. Pelikaan, je hebt ze gevonden. Dat zijn de dieren. Met 2 poten. Deze kunnen we meteen doorsturen naar het theater. Oké, stuur de dieren naar boven. Met een staart. Scharpioen. Zeeleeuw. Jonge vos. Jaguar. Goed sorteerwerk. Hier zijn alle dieren. Met een staart? Evert zal wel in zijn nopjes zijn met deze requisieten. Stuur de dieren naar boven, die op het strand leven. Zeeleeuw. Krap. Reiger. Daar zijn ze. Dat zijn de dieren die op het strand leven. Daar gaat weer een stel dieren voor het stuk. Kies nu de dieren die in het regenwoud wonen. Rode ara. Kapucijnaap. Krokodil. Anaconda. Je hebt ze gevonden. Hier zijn alle dieren
die in het regenwoud wonen. Deze kunnen we meteen doorsturen naar het theater. Kun je dieren vinden die in het water leven? Bedankt voor je hulp, Robbie. Vergeet niet dat er nog meer te doen is. Oké, Babs. Tot straks. Dat was leuk. Laten we een ander plekje proberen. We hebben nog maar 9 uur. Op het schild van elk dier staat een dag van de week. Zet ze in de juiste volgorde en jij kunt over de beek. Van begin tot eind is waar. De dagen van de week staan op een rij. Steek nu de rivier over. Ja, jij. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hallo, Robbie Konijn. Papa Beer, we hebben een probleem. Alle kostuums die je gemaakt hebt voor de variété-show zijn verdwenen. Oh jee, wat nu? We moeten die kostuums hebben voor de show. Kan je nou een ridder in de nood zijn zonder wapenrusting? Daarom ben ik hier. Als we opschieten, kunnen we nieuwe kostuums maken voor vanavond. Help je mij? Tuurlijk. Laten we hier eens kijken wat we in de winkel hebben en daar of de kostumatiek nog iets voor ons heeft. Geweldig. Aan de slag. De première is vanavond. Oké, vooruit. Er is heel wat leuks te vinden in mijn winkel. Help ons uit te rekenen hoeveel dingen we hebben. We vinden vast wel geweldige kostuums voor de show. Baby Beer zoekt de dingen die we moeten tellen. Ik geef je de opgave op het klembord. Daarna typ jij het antwoord op je toetsenbord. Oké, Baby Beer, wat hebben we daar? Even kijken. We hebben 1. Blauwe hoed en 1 oranje hoed. Hoeveel is dat samen? 2. Oké. Wat nu, Baby Beer? Zo. Er zijn 6 vlinderstrikken in totaal. En 3 van de vlinderstrikken zijn oranje. Hoeveel rode vlinderstrikken zijn er nog over? 3. Dat is ons getal. Haal de volgende maar, Baby Beer. We hebben 3 blauwe spuitmadeliefjes en 5 oranje spuitmadeliefjes. Jeetje, Robbie. Hoeveel is dat in totaal? 8. Oké. Wat nu, Baby Beer? Even kijken. Er zijn 3 valse snorren in totaal. En 2 van de valse snorren zijn oranje. Hoeveel rode valse snorren zijn er nog over? 1. Dat is ons getal. Oh, dit is een fraai kostuum. Dat is perfect voor Babs rol in de show. Haha, er zijn 4 uur voorbij. En ze hebben nog maar een deel van wat er nodig is. Ze halen het nooit voor vanavond. Eigen schuld, hoor. Haal de volgende maar, Baby Beer. Zo.
We hebben 7 blauwe feestmaskers en 2 oranje feestmaskers. Hoeveel is dat in totaal? Negen. Oké. Wat nu, babybeer? Er zijn 9 bolhoeden in totaal. En 8 van de bolhoeden zijn oranje. Hoeveel rode bolhoeden zijn er nog over? Eén. Dat is ons getal. Haal de volgende maar, babybeer. Even kijken. We hebben 2 blauwe vlinderstrikken en 5 oranje vlinderstrikken. Hoeveel is dat samen? 7. Oké. Wat nu, babybeer? Zo. Er zijn 8 spuitmadeliefjes in totaal. En 5 van de spuitmadeliefjes zijn oranje. Hoeveel rode spuitmadeliefjes zijn er nog over? 3. Dat is ons getal. Wapenrusting. Oh, ik weet wie dat kan gebruiken. Haal de volgende maar, babybeer. We hebben 4 blauwe brillen en 6 oranje brillen. Jeetje, Robbie. Hoeveel is dat in totaal? 10. Oké. Wat nu, babybeer? Even kijken. Er zijn 13 feestmaskers in totaal. En 2 van de feestmaskers zijn oranje. Hoeveel rode feestmaskers zijn er nog over? 11. Dat is ons getal. Haal de volgende maar, babybeer. Zo. We hebben 5 blauwe valse snorren en 9 oranje valse snorren. Hoeveel is dat in totaal? 14. Oké. Wat nu, babybeer? Er zijn 16 vlinderstrikken in totaal. En 4 van de vlinderstrikken zijn oranje. Hoeveel rode vlinderstrikken zijn er nog over? 12. Dat is ons getal. Kijk hier eens naar Robbie. Oké, super konijn. Haal de volgende maar, babybeer. Even kijken. We hebben 11 blauwe bolhoeden en 2 oranje bolhoeden. Hoeveel is dat samen? 13. Oké. Wat nu, babybeer? Zo. Er zijn 14 brillen in totaal. En 3 van de brillen zijn oranje. Hoeveel rode brillen
Zijn er nog over? Elf. Dat is ons getal. Haal de volgende maar, babybeer. We hebben 10 blauwe feestmaskers. En 1 oranje feestmasker. Jeetje, Robby. Hoeveel is dat in totaal? 11. Oké. Wat nu, babybeer? Even kijken. Er zijn 19 spuitmadeliefjes in totaal. En 5 van de spuitmadeliefjes zijn oranje. Hoeveel rode spuitmadeliefjes zijn er nog over? 14. Dat is ons getal. Wat zeg je hiervan, partner? Paula zal hier beslist grappig in uitzien. Haal de volgende maar, babybeer. Zo. We hebben 14 blauwe valse snorren en 2 oranje valse snorren. Hoeveel is dat in totaal? 'De ga met sprongen vooruit. Oké, vooruit. Welkom bij de Kostumatiek, de muntautomaat voor kostuumstukken. Het is makkelijk om een kostuum te maken. Klik op de pijltjes om te zien wat je kunt kopen. Klik op het voorwerp dat je wilt kopen. Kostelijk kostuum. Je koopt met 39 kost u. Alleen gepast geld graag. Dankjewel. Uitstekende keus. Je koopt met 31 kost u. Dankjewel. Een mooie keus. Je koopt met 10 kost u. Dankjewel. Kostelijk kostuum. Je koopt met 21 kost u. Dankjewel. Een geweldig kostuum. Dat wordt vast een succesnummer in de show. Oh ja, dat is fraai. Aan het werk en laten we de rest van de kostuums maken. Tik-tak, tik-tak. De tijd staat niet stil. En dat weten ze. Straks zien ze wie de echte ster is. Uitstekende keus. Je koopt met 35 kost u. Dankjewel. Een mooie keus. Je koopt met 59 kost u. Dankjewel. Kostelijk kostuum. Je koopt met 66 kost u.
Dank je wel. Uitstekende keus. Je koopt met 29 kost u. Je hebt er te veel geld in gestopt. Kostuumstukken kun je alleen met gepast geld kopen. Dankjewel. Je bewonderaars zullen je erin aanbidden. Oh ja, dat is fraai. Aan het werk en laten we de rest van de kostuums maken. Een mooie keus. Je koopt met 10 kostu. Dankjewel. Kostelijk kostuum. Je koopt met 60 kost u. Dankjewel. Uitstekende keus. Je koopt met 53 kost u. Dankjewel. Een mooie keus. Je koopt met 42 kost u. Dankjewel. Aha, een heel chic pak. Kom gauw eens terug. Oh ja, dat is fraai. Aan het werk en laten we de rest van de kostuums maken. Kostelijk kostuum. Je koopt met 97 kost u. Dankjewel. Uitstekende keus. Je koopt met 72 kost u. Dankjewel. Een mooie keus. Je koopt met 41 kost u. Dankjewel. Kostelijk kostuum. Je koopt met 50 kost u. Dankjewel. Goed zo, nu zul je eruit zien als een ster. Oh ja, dat is fraai. Aan het werk en laten we de rest van de kostuums maken. We hebben hier alles verzameld wat we nodig hebben. Laten we de lijst even controleren om te zien wat we nog nodig hebben. Klik op de pijltjes om de verschillende kostuumstukken te zien. Bedankt voor je hulp, Robbie. Vergeet niet dat er nog meer werk aan de winkel is. Tot ziens. Veel succes. We gaan uitstekend vooruit. Waar gaan we nu naartoe? Hoi, lang niet gek. Klik op de voorwerpen als je er meer over wilt weten. Acteurs dragen vaak kostuums op het toneel, net zoals sommige mensen dat voor het carnaval doen.
In kostuum kunnen acteurs eruit zien alsof ze op een andere plaats of zelfs in een andere tijd thuis horen. Zoals op een boerderij of in de middeleeuwen. Dit zijn de requisieten. De dingen die acteurs op het toneel brengen of gebruiken, zoals boeken, etenswaren of kopjes. Ze kunnen echt zijn of van hout of plastic om echt te lijken. Acteurs dragen vaak kostuums op het toneel, net zoals sommige. Dit zijn decors. Hiermee wordt het toneel omgetoverd in een bepaalde plaats, zoals een stad of een schip of zelfs een kasteel. Decors zijn meestal van hout of karton en worden door decorontwerpers beschilderd. Door jou bijvoorbeeld. We zijn weer terug bij het stadsplein. Welke kant zullen we opgaan? Welkom bij mijn houten huisje. Kom, blijf daar niet staan. Vul snel de juiste letter in, dan mag je binnengaan. Welke letter kies ik om het woord voor dit plaatje te spellen? Hier is een deur, zie je wel, en het woord, spel nu snel. Je hebt een woord en het woord heeft een ruimte vrij, de goede letter zijn... B-E-D. Zo spel je... Dek, magnifiek mijn beste, kom toch binnen. Hallo Robbie Konijn, kom gauw binnen. Professor Uil, uw script voor de show van vanavond zijn verdwenen. Lieve hemel, dan vallen onze plannen in het water. Oh, mijn komische nummer met de grote slagroomtaart. Nou krijgt niemand het te zien. Als we opschieten, hebben we nog tijd om die scripts te herschrijven. Weet jij nog wat je geschreven hebt? Ja, mogelijk, mogelijk. Maar ik heb echt hulp nodig bij het schrijven hier. En ook om Paula te trainen voor het stuk. Ze moet nog heel veel oefenen. Ik ben klaar. We hebben niet veel tijd, dus laten we opschieten. De tijd dringt en we moeten nog zoveel doen. De scripts zijn bijna klaar. Maar kun je me helpen bij de laatste paar zinnen? Hier is de lijst met woorden die we denk ik moeten gebruiken. Maar ik weet niet zeker waar ze moeten staan. Kies een woord waarmee je de zin afmaakt. Sleep het woord dan naar de lege plek waar het thuis hoort. Klik op een zin om hem te horen. Maaike staat op het strand. Het zand gaat eindeloos door. Waar eindigt het strand? Vraagt Maaike. Ik ga het einde van het strand vinden. Een bijzonder gepaste woordkeus. Maaike over het strand. Loopt, rent. Nou, dat is een goed woord. Maaike staat op het strand. Het zand gaat eindeloos door. Waar eindigt het strand? Vraagt Maaike. Ik ga het einde vinden van het strand. Maaike rent over het strand. Eindigt. Precies. Krab. Correct. Ze ontmoet een krab. Weet je waar het strand eindigt? Vraagt Maaike. De krab loopt naar het water. Die krab weet ook niets, zegt Maaike. Ik ben benieuwd. Wie weet het antwoord? Ze loopt verder over het strand. Strand. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Weet. Een prima woord voor deze zin. Ze ontmoet een zeeotter. Weet je waar het strand eindigt? Vraagt Maaike. De zeeotter rent naar het water. Die zeeotter weet het niet, zegt Maaike. Ik ben benieuwd. Wie weet het antwoord?
weet. Een bijzonder gepaste woordkeus. Maaike. Precies. Maaike gaat zitten en denkt na. Ik weet waar het strand eindigt, zegt ze. Het strand eindigt waar het water begint. Maaike rent naar het einde van het strand. Maaike speelt in de oceaan. Oh, dank je wel, Robby. Dit zal Evert en de anderen wel helpen bij de generale repetitie. Hout. Nou, dat is een goed woord. Niet. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Hoi, zegt babybeer. Wat ben je aan het doen? Ik hak hout voor mijn winkel, zegt paps. Kan ik ook hout snijden? Vraagt babybeer. Sorry, je bent niet groot genoeg, zegt paps. Ik ben wel groot genoeg, zegt babybeer. Ben. Een prima woord voor deze zin. Sorry. Correct. Hoi, zegt babybeer. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schilderen voor de show, zegt Pierre. Mag ik ook schilderen? Vraagt babybeer. Sorry, je bent niet groot genoeg, zegt Pierre. Ik ben wel groot genoeg, zegt babybeer. Schommel. Een bijzonder gepast. Ook. Nou, dat is een goed woord. Hoi, zegt babybeer. Wat ben je aan het doen? Ik bouw een schommel, zegt Maaike. Mag ik ook bouwen? Vraagt babybeer. Tuurlijk, zegt Maaike. Minder. Lopen. Precies. Zeggen. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Die schommel is geweldig, zegt babybeer. Babs en Pierre lopen voorbij. Goh, die schommel ziet er leuk uit, zeggen ze. Mogen we ook schommelen? Sorry, jullie zijn niet klein genoeg, zeggen Maaike en babybeer. Precies, weer één. Koel. Een prima woord voor deze zin. Zoek. Correct. Maaike loopt in de woestijn. De woestijn is heet. Een strohoed helpt Maaike koel te blijven. Een renkoekoek landt op de hoed. Hé, waarom zit je op mijn hoed? Zegt Maaike. Ik zoek een nieuw thuis, zegt de renkoekoek. Jouw hoed is mijn nieuwe thuis. Blijven. Nou, dat is een goed woord. Hoed. Een bijzonder gepaste woordkeus. Je kunt niet op mijn hoed blijven, zegt Maaike. Ik help je een thuis te vinden. Maaike ziet een woestijnschildpad. Kun je wonen in een schild? Net als een schildpad? Vraagt Maaike. Ik heb geen schild, zegt de renkoekoek. Jouw hoed is mijn nieuwe thuis. Je. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Drinken. Gat. Precies. Je kunt niet op mijn hoed blijven, zegt Maaike. Ik help je een thuis te vinden. Maaike ziet een kangeroerat. Kun je wonen in een gat, net als een kangeroerat? Vraagt Maaike. Ik kan geen gat graven, zegt de renkoekoek. Jouw hoed is mijn nieuwe thuis. Van. Cactus. Een prima woord voor deze zin. Op. Nou, dat is een goed woord. Je kunt niet op mijn hoed blijven,
zegt Maaike. Ik help je een thuis te vinden. Maaike ziet wat takjes op een cactus. Kun je wonen in een nest op een cactus? Vraagt Maaike. Ik kan in een nest wonen, zegt de renkoekoek. Jouw hoed is mijn oude thuis. Dit nest is mijn nieuwe thuis. Weer een uitstekend verhaal. Goed werk! Hoed. Niet helemaal. Hoed klinkt niet goed in deze zin. Probeer eens een ander woord. Masker. Correct. Vliegen. De oceaan. Een bijzonder gepaste woordkeus. Babybeer en papa beer spelen aan het strand. Papa beer zit op een vlot. Babybeer zet een masker op en trekt zwemvliezen aan. Ik zie een dier met 8 armen, zegt papa beer. Babybeer duikt in de oceaan. Ze vindt een dier met 8 armen. Het is een octopus, roept babybeer. Ronde. Zwemt. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Ronde. Een prima woord voor deze zin. Ik zie een dier dat paars en rond is, zegt papa beer. Kun je het vinden? Babybeer haalt diep adem. Ze zwemt naar de oceaanbodem. Ze vindt een paarse, ronde slak. Kijk, papa beer, het is een zeeslak, zegt babybeer. Armen. Precies. Zegt. Nou, dat is een goed woord. Probeer nu een dier te vinden met 5 armen, zegt papa beer. Baby beer kijkt door haar masker. Ze ziet een dier met 5 armen. Het is een zeester, zegt baby beer. Maar ze zit vast aan de rots. Kijkt. Correct. Vlot. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Nu is het jouw beurt, zegt babybeer. Ik zie een dier met een schild en scharen. Papa beer kijkt in het water. Ik zie het niet, zegt hij. Het is een kreeft, zegt babybeer. En ze gaat een gat boren in je vlot. Help, roept papa beer. Goed gedaan, Robbie. Ik moet zeggen, dat is een geweldig verhaal voor de show. We werken toch zo goed samen. Paula, hoe kunnen we jou ooit klaarstomen voor onze act vanavond? Professor Uil is zo'n dobber. Ik kan mijn tekst best opzeggen, hoor. Ik heb alleen wat hulp nodig. Paula, je bent nog lang niet klaar voor het toneelstuk vanavond. Je uitspraak is abominabel. Ja, en erg goed is het ook niet. Ik heb gewoon wat meer oefening nodig. Dankzij jouw hulp ben ik straks klaar voor mijn rol in het stuk. Wanneer professor Uil een woord zegt, kies je de cracker met dezelfde beginklank. Zeg het woord. Chocola. Chocola. Uitstekend. Dank u, dank u. Hier is het volgende woord. Shock. Shock. Correct. Oeh, dank u. En het volgende woord is ster. Ster. Oh, kostelijk.
Dank u, dank u. En dan nu... Spiegel. Spiegel. Ja, ja, dat is perfect. Oeh, dank u. Prima werk, Paula. Hier is een aardigheidje voor ons komische nummer vanavond. Wow, hoe werkt dit? Oh ja, laten we het voor vanavond bewaren, oké? Ze hebben toch meer dingen dan ik had gedacht. Maar ze krijgen nooit alles, vast niet. Ik word zeker nog de ster van de show. Luister naar het einde van het woord en klik op de letters met die klank. Zeg het woord pech. Pech. Magnifiek. Dank u, dank u. Hier is het volgende woord. Crash. Crash. Precies. Oeh, dank u. En het volgende woord is mist. Mist. Correct. Dank u, dank u. En dan nu rasp. Rasp. Goed gedaan. Oeh, dank u. Goed gedaan, Paula. Wat denk je van dit requisiet? Oh, dit? Ah, ja, dat. Wees alsjeblieft voorzichtig. Zeg het woord pech. Pech. Oh, uitmuntend. Dank u, dank u. Hier is het volgende woord. Finish. Finish. Ja, ja, dat is perfect. Oeh, dank u. En het volgende woord is kast. Kast. Precies. Dank u, dank u. En dan nu gesp. Gesp. Magnifiek. Oeh, dank u. Het gaat geweldig vooruit. Hier is nog iets dat vanavond wel van pas zal komen. Eens kijken. Aha, ha. Dus als professor Uil een woord zegt, klik je op de letters die dezelfde klank hebben als het midden van het woord. Zeg het woord richel. Richel. Oh, kostelijk. Dank u, dank u. Hier is het volgende woord. Milkshake. Milkshake. Uitstekend. Oeh, dank u. En het volgende woord is toestand. Toestand. Oh, uitmuntend. Dank u, dank u. En dan nu fopspeen. Fopspeen. Ja, ja, dat is perfect. Oeh, dank u.
Oh, prachtig. Kijk hier eens naar. Weet jij hoe het werkt? Precies. We hebben hier alles verzameld wat we nodig hebben. Laten we de lijst even controleren om te zien wat we nog nodig hebben. Zeg het woord. Richel. Hemeltje, we zijn bijna klaar. Dag. Misschien moeten we het toneel controleren om te zien wat we nodig hebben. We kunnen ook iemand anders bezoeken. Hoi Robby, daar ben ik weer. Je allergrootste fan. Kun je deze foto ook nog voor me tekenen? Deze foto's komen uit de Toverhaas van Oz. Teken die waar je op staat toen je zei... Je bent de beste vriend van de hele wereld. Nee, toen deed je zielig. Teken de foto waar je verliefd bist. Ja hoor, op die foto deed je verliefd. Nog maar een paar dingetjes, Robby, en dan zijn we klaar. Handen uit de mouwen. Maaike en ik hebben je hulp nodig met de muziek. Oké, luister. Formidable. Probeer nu dit deel. Ja, en van je 1, 2, 3. Merveilleux. Moet je oren. Excellent. Daar gaat hij weer. Prachtig liedje. Ah, een geweldig melodietje voor de trombone. Ah, Robby Konijn vervangt al veel van het spul. Misschien kunnen ze het stuk toch nog opvoeren. Luister naar dit liedje. Splendide. Probeer dit eens. Hier is het volgende stukje.
Superb! Probeer nu dit deel. Magnifiek! Het oude paard. Lekker ritme. Perfect. Een schitterende melodie voor de trompet. Hier komt een nieuw liedje. Ah ja, en van je 1, 2, 3. Formidable. Moet je oren. Fantastiek. Probeer dit eens. Perfect. Deze oude man. Geweldige muziek om op te dansen. Excellent, excellent, mijn vriend. Deze melodie is ideaal voor de saxofoon. Ken je dit liedje? Hier is het volgende stukje. Ah ja. Probeer nu dit deel. Très bien. En van je 1, 2, 3. Superbe. Lekkere pap. Schattig liedje. Oh, dat is schitterend. Onze muziek voor de fluit is klaar. Hier komt er nog een.
een moetje oren. Magnifiek! Probeer dit eens. Ja, hier is het volgende stukje. Die noot klonk een beetje vals. Probeer een andere. Ordinair. Doortje, Doortje. Op deze muziek kan ik dansen. Très bien. Het liedje voor de klarinet is klaar. Bah, Robbie Konijn vervangt al veel van het spul. Misschien kunnen ze het stuk toch nog opvoeren. We hebben hier alles verzameld wat we nodig hebben. Laten we de lijst even controleren om te zien wat we nog nodig hebben. Raad de naam van dit liedje. Eindelijk, we zijn klaar. Magnifiek werk, beste vriend. Kijk even bij monsieur Evert of er nog meer werk gedaan moet worden. Ik ga al. Tot ziens. Au revoir. Wat zullen we nu doen? Kostuums? Requisieten? Scripts? Beslis jij maar. We hebben nog maar 3 uur. Jo, Robbie, ik heb nog meer decors gekregen. Kun jij het dier vinden dat hier niet thuis hoort? Goed zo. De jaguar woont in het regenwoud. Babs, vind je daar ginds wel? Hé hey daar, net het beest dat ik nodig heb. Help me een handje, zeg. Tuurlijk. Oké, aan de slag. Oké, aan de slag. We hebben het stuk nodig dat ongeveer 2,5 elandsvoeten groot is. Oké, aan de slag. Er zijn nog meer requisieten om uit te zoeken. Hier is de volgende partij. Probeer dieren te vinden die op het strand leven. Zeeotter. Zeeleeuw. Reiger. Pelikaan, daar zijn ze.
dat zijn de dieren die op het strand leven. Evert zal wel in zijn nopjes zijn met deze requisieten. Kies nu de dieren die vogels zijn. Zeemeeuw. Rode ara. Renkoekoek. Arend. Goed sorteerwerk. Hier zijn alle dieren die vogels zijn. Deze kunnen we meteen doorsturen naar het theater. Kun je dieren vinden die in het water leven en met een schild? Zeeschildpad. Tegenkrab. Zeeslak. Kreeft. Je hebt ze gevonden. Dat zijn de dieren die in het water leven. En met een schild. Daar gaat weer een stel dieren voor het stuk. Oké, stuur de dieren naar boven. Die in het bos wonen. En die zoogdier zijn. Eland. Haas. Puma. Rode eekhoorn. Daar zijn ze. Hier zijn alle dieren die in het bos wonen en die zoogdier zijn. Evert zal wel in zijn nopjes zijn met deze requisieten. Niet te geloven. Het is er bijna allemaal het spul. Dat vind ik niet eerlijk. Het is gemeen. We hebben hier alles verzameld wat we nodig hebben. Laten we de lijst even controleren om te zien wat we nog nodig hebben. Stuur de dieren naar boven. Met wacht en met een staart. Goed werk, Robbie. We zijn hier klaar. Help nog even een handje bij de anderen, zodat de show kan openen. Oké, Babs. Ik ga al. Tot straks. Wat zullen we nu doen? Kostuums? Requisieten? Scripts? Beslis jij maar. Zeven schildpadden, zeven dagen. Moeten nu staan als in een week. Zet ze op volgorde zonder vragen. En stap snel over de beek. De dagen van de week staan op een rij. Steek nu de rivier over. Ja, jij. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hallo daar, we schieten op, Robbie. Aan de slag. Ik kan ook helpen. Oké, vooruit. De kostumatiek kan je nu van dienst. Oké, vooruit. Hey, babybeer. Robbie komt ons helpen met de inventarisatie. Oké, papa. We hebben 9
rode, valse snorren. En 2, oranje, valse snorren. Hoeveel is dat samen? Mmm. 11. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Even kijken. Er zijn 18 bolhoeden in totaal. En 5 van de bolhoeden zijn oranje. Hoeveel blauwe bolhoeden zijn er nog over? 13. Oké. Haal de volgende maar, babybeer. Zo. We hebben 7 rode brillen en 8 oranje brillen. Jeetje, Robbie. Hoeveel is dat in totaal? 15. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Er zijn 19 spuitmadeliefjes in totaal. En 2 van de spuitmadeliefjes zijn oranje. Hoeveel blauwe spuitmadeliefjes zijn er nog over? 17. Oké. Hier is een mooi kostuum. Perfect. Ik weet precies wat ik hiermee kan doen. Haal de volgende maar, babybeer. Even kijken. We hebben 2 rode feestmaskers. En 14 oranje feestmaskers. Hoeveel is dat in totaal? 16. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Zo. Er zijn 16 vlinderstrikken in totaal. En 4 van de vlinderstrikken zijn oranje. Hoeveel blauwe vlinderstrikken zijn er nog over? 12. Oké. Haal de volgende maar, babybeer. We hebben 6 rode valse snorren en 12 oranje valse snorren. Hoeveel is dat samen? 18. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Even kijken. Er zijn 14 bolhoeden in totaal. En 3 van de bolhoeden zijn oranje. Hoeveel blauwe bolhoeden zijn er nog over? 11. Oké. Wat zeg je hiervan? Wauw, zie ik er hier flitsend in uit of wat? Haal de volgende maar, babybeer. Zo. We hebben 8 rode brillen en 2 oranje brillen en 3 groene brillen. Jeetje, Robbie. Hoeveel is dat in totaal? 13. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Er zijn 13 feestmaskers in totaal. En 8 van de feestmaskers zijn oranje. Hoeveel blauwe feestmaskers
Zijn er nog over? Vijf. Oké. Haal de volgende maar, babybeer. Even kijken. We hebben 2 rode vlinderstrikken. En 3 oranje vlinderstrikken. En 1 groene vlinderstrik. Hoeveel is dat in totaal? Zes. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Zo. Er zijn 15 spuitmadeliefjes in totaal. En 5 van de spuitmadeliefjes zijn oranje. Hoeveel blauwe spuitmadeliefjes zijn er nog over? 10. Oké. Oh, dat vind ik mooi. Dit is precies wat we nodig hebben voor het optreden van Maaike. Haal de volgende maar, babybeer. We hebben 9 rode bolhoeden. En 4 oranje bolhoeden. En 5 groene bolhoeden. Hoeveel is dat samen? 18. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Even kijken. Er zijn 11 valse snorren in totaal. En 2 van de valse snorren zijn oranje. Hoeveel blauwe valse snorren zijn er nog over? 9. Oké. Haal de volgende maar, babybeer. Zo. We hebben 3 rode brillen. En 7 oranje brillen. En 1 groene bril. Jeetje, Robbie. Hoeveel is dat in totaal? 11. Dat is ons getal. Wat nu, babybeer? Er zijn 18 vlinderstrikken. In totaal. En 15 van de vlinderstrikken zijn oranje. Hoeveel blauwe vlinderstrikken zijn er nog over? 13. Dat zijn er volgens mij te veel. Drie. Oké. Zeg je hiervan? Oh, ik weet wie dat kan gebruiken. Niet te geloven. Het is er bijna allemaal het spul. Dat vind ik niet eerlijk. Het is gemeen. We hebben hier alles verzameld wat we nodig hebben. Laten we de lijst even controleren om te zien wat we nog nodig hebben. Haal de volgende maar, babybeer. Even kijken. We hebben 1 rode spuitmadeliefje. En 1 oranje spuitmadeliefje. En 8 groene spuitmadeliefjes. Hoeveel is dat in totaal? Goed werk, Robbie. We zijn hier klaar. Als je alles afmaakt op de andere plaatsen, gaat de show door. Oké, papa beer. Ik ga al. Tot ziens. Veel succes.
Misschien moeten we het toneel controleren om te zien wat we nodig hebben. We kunnen ook iemand anders bezoeken. Jeetje, het wordt wel spannend. We halen het misschien nog net. Dit zijn speciale dingen die de acteurs voor onze voorstelling gemaakt hebben. Kijk er vanavond dus goed naar. Dit zijn scripts. Een script is eigenlijk een boek van wat de acteurs op het toneel zeggen. Scripts zie je nooit op het toneel, omdat acteurs hun rollen uit het hoofd moeten leren. Acteurs dragen vaak kostuums op het toneel, net zoals sommige mensen dat voor het carnaval doen. In kostuum kunnen acteurs eruit zien alsof ze op een andere plaats of zelfs in een andere tijd thuis horen, zoals op een boerderij of in de middeleeuwen. Jij bent altijd welkom hier. Maar doe me eerst eens een plezier. Spel dit woord en heb je dat gedaan, dan zal de deur wijd open gaan. K-A-T-E. Zo spel je kat. Magnifiek, mijn beste. Kom toch binnen. Nou, we gaan met sprongen vooruit. Bijna klaar. Eens kijken of we het af kunnen maken. Oké, nog één scène. Zullen we deze eens proberen? Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Bureau. Vissen? Precies. Dit kamp is niet leuk, zegt Sammy. Er valt hier niets te beleven. Laten we gaan vissen in de rivier, zegt Maaike. Bah, vissen stinken, zegt Sammy. Maar vissen smaken goed, zegt Maaike. Ik kan niet vissen, zegt Sammy. Wandeling? Correct. Bekijken. Een bijzonder gepaste woordkeus. Ik weet iets, zegt Maaike. We kunnen een wandeling maken in de bossen. Bah, er zijn te veel muggen, zegt Sammy. Maar muggen zijn mooi om te bekijken, zegt Maaike. Ik zou er verdwalen, zegt Sammy. Het water. Een prima woord voor deze zon. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Ik weet iets, zegt Maaike. We kunnen zwemmen in het meer. Bah, het water is te koud, zegt Sammy. De zon zal ons warm houden, zegt Maaike. Maar het meer is te diep, zegt Sammy. Bij? Nou, dat is een goed woord. Leren? Precies. Ik weet iets, zegt Maaike. We kunnen zingen bij het kampvuur. Bah, ik ken de liedjes niet, zegt Sammy. Ik ken ze ook niet, zegt Maaike. Maar we kunnen ze samen leren. Wat een geweldig idee, zegt Sammy. Ik ben blij dat je eraan dacht. Ja, briljant! Weer een script dat af is. Het water. Niet helemaal. Het woord het water past niet in deze zin. Masker. Correct. Het water. Een bijzonder gepaste woordkeus. Babybeer en papa beer spelen aan het strand. Papa beer zit op een vlot. Babybeer zet een masker op en trekt zwemvliezen aan. Ik zie een dier met 8 armen, zegt papa beer. Babybeer duikt in het water. Ze vindt een dier met 8 armen.
Het is een octopus, roept babybeer. Duikt. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Ronde. Een prima woord voor deze zin. Ik zie een dier dat paars en rond is, zegt papa beer. Kun je het vinden? Babybeer haalt diep adem. Ze duikt naar de oceaanbodem. Ze vindt een paarse, ronde slak. Kijk, papa beer, het is een zeeslak, zegt babybeer. Armen. Nou, dat is een goed woord. Roept. Correct. Probeer nu een dier te vinden met 5 armen, zegt papa beer. Baby beer kijkt door haar masker. Ze ziet een dier met 5 armen. Het is een zeester, roept baby beer. Maar ze zit vast aan de rots. Kijkt. Precies. Vlot. Een bijzonder gepaste woordkeus. Nu is het jouw beurt, zegt babybeer. Ik zie een dier met een schild en scharen. Papa beer kijkt in het water. Ik zie het niet, zegt hij. Het is een kreeft, zegt babybeer. En ze gaat een gat boren in je vlot. Help, roept papa beer. Dank je, Robbie. Die woorden waren een goede keus voor het verhaal. Nog een paar verhaaltjes erbij en dan hebben we al onze scripts af. Klimmen. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. In. Een prima woord voor deze zin. Maaike en babybeer zitten bij een boom. Wat wil je doen? Vraagt babybeer. Maaike ziet een aap in een boom. Laten we klimmen als apen, zegt Maaike. Maaike en babybeer slingeren in de bomen. Eindigen. Correct. Hoge. Nou, dat is een goed woord. De bomen eindigen hier, zegt Maaike. Wat wil je doen? Babybeer ziet een slang in het hoge gras. Laten we glijden als slangen, zegt babybeer. Maaike en babybeer glijden over de grond. Rotsen. Precies. Kruipen. Een bijzonder gepaste woordkeus. Het gras stopt hier, zegt babybeer. Wat wil je doen? Maaike ziet een spin op de rotsen. Laten we kruipen als spinnen, zegt Maaike. Maaike en babybeer kruipen op hun handen en knieën. Lucht. Een fladderen. Correct. De rotsen stoppen hier, zegt Maaike. Wat nu? Babybeer ziet een vogel in de lucht. Laten we fladderen als vogels, zegt babybeer. Maaike en babybeer fladderen met hun armen. Ze vliegen naar de rivier, zo'n beetje. Plons! Laten we de volgende keer zwemmen als vissen, zegt Maaike. Goed zo. Ik ben zo blij dat je hier bent om de juiste woorden te kiezen. Loopt. Niet helemaal. Loopt. Klinkt niet goed in deze zin. Probeer eens een ander woord. Zit. Nou, dat is een goed woord. Gaat. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Maaike zit op het strand. Het zand gaat eindeloos door. Waar eindigt het strand? Vraagt Maaike. Ik ga het einde vinden van het strand.
Maaike loopt over het strand. Vindt een bijzonder gepaste woordkeus. Weet. Precies. Ze vindt een krab. Weet je waar het strand eindigt? Vraagt Maaike. De krab loopt naar het water. Die krab weet ook niets, zegt Maaike. Ik ben benieuwd. Wie weet het antwoord? Ze loopt verder over het strand. Het water. Correct. Weet. Een prima woord voor deze zin. Ze ontmoet een zeeotter. Weet je waar het strand eindigt? Vraagt Maaike. De zeeotter rent naar het water. Die zeeotter weet het niet, zegt Maaike. Ik ben benieuwd. Wie weet het antwoord? Eindigt. Voortreffelijke keuze, voortreffelijk. Rent. Niet helemaal. Stopt. Speelt. Nou, dat is een goed woord. Maaike gaat zitten en denkt na. Ik weet waar het strand eindigt, zegt ze. Het strand eindigt waar het water begint. Maaike rent naar het einde van het strand. Ze speelt in de oceaan. Ah, het is gelukt. Hier is het laatste script voor de show. Oh nee, ze zijn klaar! Mijn plannen weer verijdeld! Niemand vindt mij lekker zacht. Maar het is niet waar, dus wacht. En luister naar mijn o zo treurig lied. Ja, prikkelbaar ben ik. Alleen maar van de schrik. Want stekelvarkens, daarvan houdt men niet. Ik zit helemaal vol stekels, van mijn tenen tot mijn vingers. En als iemand mij omver loopt, dan voelt hij dat. Dus iedereen ontwijkt mij, verdrietig is het voor mij. Ik word er stekelig bij, dat zie je wel. Stel je voor dat je van schrik stekelig zou zijn als ik. En dat met jou de gek gestoken werd. Steken, snap je? Daarom prik ik waar het pijn doet. Ja, onder je voet. Want stekelvarkens, daarvan houdt men niet. Oh jee, iedereen zit te wachten op de show. Is alles klaar? Ja hoor, Robbie Konijn was de redder in de nood. En de show ziet er geweldig uit. Maar waar is Robbie? Welkom bij de première van de grote show van Woordenstad. Papa Beer, Paula de papegaai en Maaike de muis zijn klaar voor hun optreden. Klik op iemand en je ziet het nummer. Als je alle nummers gezien hebt, klik je op het gordijnkoord om de show te beëindigen. Als je niet weet wat je moet doen, klik je gewoon op mij. En nu verder met de show. Kapot. Ik stuur u erop uit. Een fluit? Geweldig. Moet ik wel 3 maanden oefenen. Nee,
Nee, ik zei erop uit, niet fluit. Oh, erop uit. Waarom? Want ik heb de sleutel tot mijn rijk verloren. Zonder sleutel kan ik er niet in. U en ik gaan die sleutel vinden. Waarom zoeken we geen nieuw kasteel? Professor, wat krijg je als je een touw kruist met een egel? Een egel en een touw? Eens even denken. Ik weet het niet. Prikkeldraad! Zondag, feestdag, picknick in de park. Plotseling voel ik een drum. Moet ik nu naar binnen? Hup, ik niet ben droog van kattenspiel. Want ik heb mijn paraplu. De zoektocht begint in het bos. Het bos? Oh. En samen verslaan we de vuurspuwende draak. Oh, heeft die draak soms groene schubben en hoorns? Natuurlijk! En we trotseren de eland met zijn grote gewei. Heeft het gewei van die eiland erg scherpe punten? Het kan steen doorbreken en we kunnen vast op tegen de reuzenoctopus. Heeft die octopus 8 erg sterke armen? Natuurlijk! Waarom zoeken we geen nieuw kasteel? Ik heb een raadsel voor jou, Paula. Welke kant van een papegaai heeft de meeste veren? Nou, eens zien. Ik denk misschien de linkerkant? Nee hoor, de buitenkant. Op weg nu naar het bos. U voorop, heer Landskapot. Prinses, misschien is de deur van uw kasteel wel open. Waarom probeert u het niet weer? Doe niet zo mal. Kom je nu met me mee of niet? Oh, tijd om een nieuw kasteel te vinden. Heer Landskapot, ik stuur u erop. Klop, klop. Wie is daar? Taart. Taart wat? Nee hoor, de buitenkant. Kies papa Beer, Paula of Maaike de Muis om een voorstelling te zien. Klik op het gordijnkoord om ons laatste liedje te horen en de show te beëindigen. Elke uitvoering heeft meer dan één nummer, dus zorg dat je ze allemaal ziet. We hopen dat iedereen genoten heeft van de show. Bedankt allemaal en welterusten! Succes hoor! We hadden het samen heel druk! We zitten door! Mijn dank ervoor! Dit is ons druk. Dus nu is het feest voor iedereen en zing die hoera met ons in koor. Tot succes hoor. Er was een
nergens gestaat. Maar nu zijn we weer blij. En dat maakt me kwaad. Was die werk. Het viel dus heel erg mee. We zijn nu weer gelukkig en bijzonder tevreden. Als iemand